De nieuwe Van der Valk Hoteltoren langs de A15 bij Tiel is bijna klaar. Tijdens de zomerstop van Op de Hoogte zijn dagelijks 100 vakmensen hard aan het werk. De toren werd in hoog tempo neergezet. In deze aflevering van Op de Hoogte krijg je een voorproefje van Gert-Jan. Wat we kunnen gaan verwachten vanaf 1 september in het gloednieuwe Hotel Tiel. In de winter, als het lekker koud is, dan leggen wij er een ijsbaantje op. Tiel heeft een nieuwe horizon, maar die mist nog wel wat. Het enige laatste stukje wat we nu nog missen is natuurlijk de toekomst. Maar die komt eraan. En laten we nu even naar binnen gaan, laat ik daar even de rest zien. Gert-Jan neemt ons mee voor een uniek kijkje in de nieuwe toren. Kom, naar boven. De toren telt 16 verdiepingen en zo'n 180 hotelkamers. Nou, hier zijn we in een van de proefkamers die we getest hebben. Gekeken hebben welk gevoel een kamer overbrengt. En welke sfeer. En dit is een kamer met heel veel licht, dus dat geeft weer een andere sfeer dan de andere kamers. We zijn eigenlijk continu bezig naar het zoeken naar het juiste gevoel, de juiste sfeer bij een hotelkamer zoals wij ze onze gasten aan willen bieden. En waar is de toekan? Nou, de toekan is van de paal af. Volgende week gaat de paal platgelegd worden. Wordt hij afgevoerd naar een bedrijf wat hem helemaal opnieuw in orde gaat maken. Dan komt er een nieuw ledscherm op. En dan komt de toekan er weer op en is hij weer af. Zo, nu staan we op het grote terras. Een groot terras bestaat eruit dat je aan deze kant een heel groot kinderspeelterras krijgt met klimtoestellen, dat soort dingen. En het leuke is, in de winter als het lekker koud is, dan leggen wij er een ijsbaantje op. Dus die ligt hier opgerold en op het moment dat we een ijsbaan willen maken, dan rollen we hem uit en dan weer een ijsbaan. We lopen mee door het unieke gebouw van 24.000 vierkante meters. En we vinden nog een terras. Nou, hier staan we op het ontbijtterras. Dat is een terrasje voor ongeveer 80 personen. Links binnen is het ontbijtbuffet. En het zonnetje is hier vanaf 8 uur, 9 uur 's ochtends te vinden. Het zonnetje komt op in het oosten. We zijn daar nu nog bezig met de parkeerplaats. We zijn aan het zeven, we zijn het allemaal aan het schoonmaken daar. Daar wordt de parkeerplaats aangelegd. En aan deze kant voor het casino zijn we al begonnen. En als je dan zo ziet, dan zie je dat het aardig opschiet. En dat moet ook wel, want de planning is om op 1 september open te gaan. We staan nu in de keuken. Dit is de enorme afzuigkap die de lucht af moet voeren. Wij regenereren ook de lucht. Alle warmte die we hier verliezen wordt ook weer gebruikt om andere dingen te verwarmen. Waaronder het water. En dit is het fundament van de hart van het bedrijf, dat is de keuken. De keuken staat midden in het restaurant, dus je kunt altijd een interactie hebben met de koks en de koks met de gasten. Naast lekker eten kan je natuurlijk ook slapen. Zelfs in een unieke suite geel van glas. Deze werd ontworpen door Jasper naar aanleiding van een prijsvraag. Proost. Proost. Mooie uitdaging, mooi product. Vandaag hebben we de prijsuitreiking gedaan voor de glazen suite. We hadden voor het nieuwe Van der Valk Tiel, wat enorm veel glas met zich meebrengt aan de buitenkant, wat iedereen denk ik wel gezien heeft, hebben we een prijsvraag opgesteld om een suite te ontwikkelen. Het bijzondere is dat die suite dus totaal van glas is gemaakt. Niet alleen van de buitenkant, maar ook de binnenkant. Dus de muren zijn eigenlijk allemaal vervangen door glas. Gedeeltelijk totaal transparant, gedeeltelijk gematteerd. Architect Jasper Spicht was erg blij met het winnende ontwerp. Ja, heel blij mee. Zeker, zeker. Ja, het is, je begint met schetsen en te dromen over hoe zo'n kamer eruit zou kunnen zien. En dan ga je de nadenken schetsen en dat heb je in je hoofd. En als dan blijkt dat andere mensen dat ook het juiste ontwerp vinden voor wat ze gevraagd hebben, ja, dan ben je dolblij. Ja. En AGC bouwt hem. Voor ons is het de eerste keer dat we dit zo doen. Natuurlijk is het bijzonder, want je krijgt de kans om te praten met de branche, hè, de architecten die voor ons erg belangrijk zijn, die toch de voorschrijvende instantie zijn. Wij focussen ons met name de laatste tijd op buitenbeglazing, hè, gevels. Maar dit is fantastisch omdat we nu ook kunnen laten zien wat we met glas in de binnenbeglazing kunnen. Hè. Iedereen kent een douchedeur. Maar de toepassing zoals Jasper die bedacht heeft, ja, die is, vind ik, fenomenaal. Omdat die alle eigenschappen van glas combineert. Het was geen makkelijke keuze, heb ik van de jury begrepen, om uiteindelijk een winnaar te kiezen. Omdat het niveau van de inzendingen best wel hoog was. En heb je hem al gezien, de enorme sticker op de gevel? Volgende week zie je hoe dat in zijn werk ging. En Jan leidt ons rond. Hier zit hij, maken wij een begin met een gewone beverage bar, dus een hotelbar.
En achter de hotelbar ziet u de cigarlounge die aan het ontstaan is. Dus kijk ook naar de volgende aflevering van Op de Hoogte.